mee heb is getiteld Customers the Day After Tomorrow. Dit gaat over hoe klantenrelaties veranderen door nieuwe technologie. En ik denk dat als we gewoon naar ons dagelijks leven kijken, dat wij met z'n allen voelen dat we aan het einde van een cyclus gekomen zijn. Ik wil eigenlijk vooral kijken van wat komt er op ons af en hoe gaat nieuwe technologie, ja, de tuinbouw, het telen veranderen, van hoe gaat de wereld veranderen, hoe ziet die volgende fase eruit. En in mijn opinie, wat 2007 was voor mobiel, is 2017 voor artificiële intelligentie. We staan aan het begin van een nieuwe S-curve. Die vorige S-curve ging rond mobiel en social media en die is afgewerkt. Iedereen maakt daar gebruik van. Vandaag staan we aan de vooravond van een nieuwe S-curve. En ik denk dat heel veel mensen voelen van dit zal een ongelooflijke impact hebben op zowat elke sector. Alleen weten we nog niet exact hoe het zal zijn. Maar als je goed kijkt, zie je die evolutie van technologie gebeuren. De makkelijke jaren van digitaal bijvoorbeeld liggen achter ons. De voorbije 20 jaar hebben we met z'n allen Dr. Google leren kennen. En dat kennen we, hè? Dr. Google, dat betekent dat je plots hoofdpijn hebt en dan zeg je Google, ik heb hoofdpijn. En dan zegt Google, you will die. Een langzame en pijnlijke dood wordt er altijd voorspeld als je zo een symptoom ingeeft. Dat hebben we de voorbije 20 jaar gehad. De komende 20 jaar gaat het over CRISPR-technologie, gaat het over het editen van DNA. Dat is iets helemaal anders. Die complexiteit neemt toe. En ik denk dat jullie dat ook voelen, bij jullie klanten. Dit is de oude wereld van concurrentieel zijn. Ze hebben ons vroeger geleerd, zo in managementcursussen en in marketing, dat als je wil winnen, dat je moet uitblinken in één ding. Zorg dat je de beste service hebt. Of zorg dat je de goedkoopste bent. Of zorg dat je de mooiste winkel hebt. Vandaag lukt dat niet meer. Omdat je voelt dat die lat van die verwachtingen, bam, die zit helemaal omhoog. Dus als je wil winnen, moet je op veel meer niveaus dan vroeger het verschil weten te maken. Ik denk dat jullie dat voelen. Ik ontmoet heel veel bedrijven die mij zeggen, onze klanten die willen een goed product, die willen ook nog een scherpe prijs, en die verwachten dat wij bijna 24 uur per dag beschikbaar zijn voor service. Ik ben er zeker van dat jullie die druk ook voelen. En jullie zitten nu in de tuinbouw, teelindustrie, maar dit hebben we allemaal te danken aan Amazon, aan bol.com, aan Coolblue, aan booking.com, die goed zijn qua prijs, die altijd beschikbaar zijn, die alle producten hebben. Locatie is minder relevant geworden, hun dienstverlening is heel hoog. En de werkelijkheid is, je zit in een andere sector, maar jullie klanten zitten elke dag ook op dit speelgoedje te tokkelen. En 80% van de tijd dat jullie klanten naar dit scherm kijken, is bij grote digitale reuzen. Met andere woorden, het is niet wat in jullie sector gebeurt dat bepaalt wat de klant verwacht. Het is wat Booking.com doet en wat Coolblue doet, dat eigenlijk de verwachting van jouw klant ten opzichte van jou realiseert. Het oude idee van de USP, de Unique Selling Proposition, goed zijn in één dingetje, dat gaat niet meer op. We moeten in meer goed zijn dan ooit tevoren. En dat is een bepaalde complexiteit. En ik denk, om dat beter te begrijpen, moeten we uit onze bubbel komen. Dit event is een prachtig voorbeeld daarvan om uit de dagelijkse bubbel te komen. Want we zitten daar vaak te veel in, waardoor dat de enge realiteit wordt. En dat is een van onze uitdagingen van hoeveel procent van de tijd dat we werken, zijn we eigenlijk bezig voor onze klanten? En hoeveel procent hebben we impact op onze klanten? En begrijpen wij goed wat er buiten onze eigen wereld gebeurt om zo het verschil te maken? We zitten in die nieuwe fase. De wereld maakt die flip. De voorbije 10 jaar was het een mobile first wereld. De komende 10 jaar wordt het een AI first wereld. Artificial intelligence first. Mijn grote bezorgdheid is dat we onvoldoende met die klant bezig zijn. Maar het leuke is dat we in die wereld van artificiële intelligentie nieuwe voordelen kunnen bouwen die vroeger niet mogelijk waren. We kunnen faster than real-time services gaan creëren. Voorspellen wat er gaat gebeuren. En daarop anticiperen. Personalisatie veel extremer dan in het verleden. Het gaat over de individuele klant, niet over de gemiddelde klant. En we bouwen de meest gebruiksvriendelijke interfaces die de wereld ooit heeft gezien. Het gaat niet over de technologie, het gaat over hoe kunnen we nieuwe voordelen voor klanten gaan genereren. Je ziet het ook in de Chinese landbouw. Als je daar kijkt naar de kwekerijen van varkens, dan beginnen die daar artificiële intelligentie te gebruiken om ervoor te zorgen dat die dieren individueel beter behandeld worden. Zij gebruiken face recognition software,
die ja, ongelooflijk populair en accuraat is in China. Ze gebruiken dat overal. Maar ze gebruiken het nu ook op hun varkens. En op die manier kunnen zij eigenlijk weten van, heeft dat dier genoeg gegeten? Beweegt dat dier genoeg? Is alles oké? En ze kunnen op individueel niveau eigenlijk gaan bijsturen waar nodig, om zo de kwaliteit van hun vlees te gaan optimaliseren. He, dus we spreken nu niet meer over big data, we spreken nu over big data, sinds dat dat gebeurt. Maar zij gebruiken ook weer die voordelen. We gaan individueel, in dit geval het individuele varken, op een heel gebruiksvriendelijke manier daar kennis over krijgen. En we gaan sneller dan real-time kunnen anticiperen, omdat we weten wat er met dat dier gebeurt, voordat er iets mis mee gaat. En dat is uiteindelijk mijn uitnodiging naar jullie. Durf eens dromen over wat er mogelijk is. Hoe zou eigenlijk die perfecte wereld voor jullie eruit zien? Wat is de perfecte klantrelatie? En hoe kun je dat achterwaarts terugwerken om daar vandaag mee aan de slag te gaan? Niet gewoon nemen wat je hebt en een klein beetje verbeteren, maar dromen over perfectie, reverse engineering en daarmee aan de slag gaan. Zo bereid je je voor op die day after tomorrow. En weet je, ik denk dat er uiteindelijk drie concepten belangrijk zijn om over na te denken. Het gaat over data. Het gaat over interfaces. En het gaat over mensen productiever maken. Als we spreken over artificiële intelligentie, dan is data uiteraard cruciaal. Dit is de grondstof van heel het verhaal. Dit is voor mij de circle of life of AI. Je hebt een prachtig product en dienst, je hebt mensen die het gebruiken, die genereren data, en die data wordt dan weer gebruikt om de dienst te verbeteren. En daar een hefboom achter zetten. Effortless interfaces. We krijgen veel nieuwe interfaces. Ik moet eerlijk zijn, ter voorbereiding van dit event heb ik nog uitgebreid de tijd genomen om naar de Royal Brinkman website te kijken. Ik vind dit een prachtig voorbeeld van een bedrijf die eigenlijk een volledige kennisdatabank voorziet op haar site. Hoge kwaliteit content, heel uitgebreid. Dat is een interface die vroeger niet mogelijk was en die nu voor iedereen die hier zit en voor eigenlijk heel de wereld ter beschikking is. Ik vind het fantastisch dat dit soort dingen vandaag mogelijk is. Dat zijn voorbeelden van nieuwe user interfaces. Zero effort. Mensen willen geen inspanning doen. Tijd is een schaars goed. Als je tijd kan uitsparen van je klanten, dan win je punten. Dat is nummer 2. Nummer 3, intelligence augmented. AI gaat niet alle jobs vervangen. AI gaat alle jobs een andere invulling geven. En op het vlak van customer service zie je dat al gebeuren. Mensen eigenlijk een hogere productiviteit krijgen dankzij technologie. Dit is een van mijn favoriete bedrijven op dit vlak. Dit is Digital Genius, gebaseerd in San Francisco. En die eten als het ware de customer service data op van grote bedrijven. En ze vertalen dat in een wiskundig model. En dan komt een vraag van een klant binnen. Can you rebook my flight? Die wordt vertaald in een wiskundig model. En dan gaat de computer zelf automatisch een antwoord genereren voor die klant. Plus een score hoe groot de kans op succes is. Is die score hoger dan 95%, dan verstuurt de computer automatisch het antwoord. Is die score lager, dan krijgen mensen achter de schermen dit te zien. Kunnen zij het antwoord gebruiken, kunnen ze stukken van gebruiken, kunnen ze personaliseren, enzovoort, enzovoort. Dit is hier KLM dat het gebruikt. Hierdoor kan KLM meer vragen per uur beantwoorden in een meer gepersonaliseerde manier dan om te even welke airline. En het beste van heel het verhaal is, het is ook nog eens volledig onzichtbaar voor de klant en de concurrent. En de klant denkt, wauw, KLM moet supermensen hebben, zo snel, zo persoonlijk. Betere mensen dan Lufthansa. Dat klopt niet, Lufthansa heeft ook uitstekende mensen, maar KLM heeft een manier gevonden om de intelligentie van haar mensen naar een hoger niveau te tillen. Intelligence augmented, dat is het derde. Drie investeringsassen die volgens mij voor elke industrie super waardevol zijn. Data, interfaces, mensen naar een hoger niveau tillen. En ik ben ervan overtuigd, hoe digitaler de wereld wordt, hoe belangrijker dat menselijk aspect wordt in zaken doen. Dit zijn schaarse goederen. Schaarse goederen stijgen in waarde. Net daarom wordt het heel interessant om daar een hefboom onder te steken en daar misschien nog net meer in te investeren. En ons zo voor te bereiden op die day after tomorrow. Ik geloof enorm in klantrelaties die de sterktes van het digitaal combineren met de sterktes van het menselijke. Als je dat kan doen, dan is er altijd een markt. Dan gaat de klant in de day after tomorrow altijd interesse hebben om bij jullie producten te gaan kopen. Kijk, we staan aan de vooravond van een nieuwe evolutie. Een nieuwe omwenteling die vandaag onduidelijk is wat het gaat worden. Niemand weet dat. En ik vind dat een interessant moment om eens te durven dromen over wat zou dat nu kunnen betekenen voor onze branche. Wat betekent dat nu voor mijn bedrijf? Hoe zou die wereld er kunnen uitzien? En hoe kan ik dat terugbrengen naar vandaag en daarmee aan de slag gaan?
En de richting aangever is niet technologie. Stel na zo'n seminar als vandaag nooit de vraag van welke technologie moet ik nu in investeren? Dat is de foute vraag om mee te starten. De eerste vraag is, wat willen mijn klanten? Hoe kan ik het leven van mijn klanten significant verbeteren? Hoe kan ik daar echt een transformatie aan geven dat het echt een verschil maakt? En dan dat beginnen te implementeren. Als je dat doet en je gebruikt die klanten als guiding star, dan gaat er altijd een business zijn voor jou in die day after tomorrow. Dan win je het hart en de business van jullie klanten in die day after tomorrow.